ben in Arnhem op het festival Paradigm Shift. En het gaat erom dat alle studenten in Arnhem, en een hogeschool, Artes, maar ook mbo en hbo, komen hier vandaag bij elkaar om samen te genieten van muziek. En er is ook een afdeling van TEDx Youth Arnhem. En ik heb met de mensen muziek gemaakt en om ze te enthousiasmeren om het gevoel van samen muziek maken nog even goed te laten voelen. De energie te verbinden, zodat er een goede sfeer ontstaat, zodat we kunnen genieten van de muziek. Mijn opening met de Boomwhackers is geschikt voor studiedagen, voor uitjes, voor teambuilding, voor bedrijfscongressen. Noem het maar op, overal waar veel mensen bij elkaar zijn en iets willen doen, iets actiefs. Wat ook nog een iets wat diepere verbinding geeft aan de mensen. Daarvoor moeten ze mij hebben. Ga door, ga door. Oranje. 3. Door met elkaar samen muziek te maken, maken we een sound of change. Het heeft te maken met energie en samenwerken. Superleuk. And when my hands rise, you play real loud. Come on. Het was ontzettend leuk om Jeanette hier weer op het podium te hebben. Natuurlijk onze TEDx Arnhem 2015 spreker. En het is altijd een plezier om Jeanette weer te mogen ontvangen. Het is mooi om te zien hoe mensen dan een beetje schuchter zijn, maar op het moment dat ze samen muziek gaan maken, dat het dan toch mooi bij elkaar komt en een hele mooie sfeer neerlegt om samen ook weer in gesprek te zijn. Dus ja, muziek verbindt gewoon. It stops. And we play. Play again. Het mooie van boomwhacken is op het moment dat mensen een boomwhack in hun handen krijgen, dat ze er eigenlijk al vanzelf iets mee gaan doen. En op het moment dat Jeanette ze dan ook echt gaat dirigeren en ze merken ook dat ze aansluiting krijgen bij de andere boomwhackers, dat ze dus een onderdeel zijn van het geheel, ja, dan zie je helemaal het plezier terug. Dus boomwhacken is gewoon voor jong en oud. Yeah.